Persjournaal. Camera, uit, actie. Ja, daar zijn we, Sven. Ja. Ja, het is Persjournaal van vrijdag 20 september 2024. En laat jullie kijken naar dit speciale Persjournaal. Nou ja, weer vandaag het 100 jaar bestaan van woonstelpaar Willem van den Berg. In onze uitzending. Ja, en we doen dat dit samen met Fleur. Jullie hebben het al gezien. Ja. En we gaan meteen terugkijken naar de geschiedenis van de Willem van den Berg. Maar we beginnen met het festival van deze week. Ja, laten wij eerst naar de samenvatting zien van woensdag 18 september. Hallo. Met onder andere het bezoek van Willem-Alexander. Leuk. Het is vandaag 18 september en het is vandaag 100 jaar geleden dat woonzorgpark Willem van den Berg is ontstaan. En we gaan dat groots vieren met een heel mooi festival en ook nog hoog bezoek, namelijk Zijne Majesteit de Koning, koning Willem-Alexander. En we nemen je natuurlijk, we laten jullie van alles zien wat er allemaal hier op het festival gaat gebeuren. En ja, ik zou zeggen, geniet ervan. Jawel, het is zover. Willem-Alexander die komt aan op ons zorgpark van Willem van den Berg. En hij zal als eerste de commissaris van de Koning groeten in de provincie van Zuid-Holland. En de burgemeester van Noordwijk, en dat is mevrouw Verkleij. Hoe is het? Ik wil het zijn. Leuk hier. Welkom allemaal op deze bijzondere dag. Bijzonder omdat we hier bij elkaar zijn. Vandaag starten we het lustrumjaar 100 jaar Willem van den Berg. Ik ben trots dat ik in mijn rol als directeur het lustrumjaar mag starten. Ik ben trots op de verbondenheid van iedereen, want dit maakt dat we samen geschiedenis schrijven en bouwen aan een toekomst. Daan, jij bent ook onderdeel van deze geschiedenis. Mag ik jou uitnodigen? Om daar wat over te vertellen. Want ik heb het heel de tijd over de geschiedenis. Maar jij bent ook onderdeel van de geschiedenis. En jij bent de jongste lid uit de cliëntenraad. En vandaar dat jij hier op het podium staat. Maar hoe oud ben je dan eigenlijk? Ik ben 23 jaar. 23 jaar. Vind je het leuk om hier te staan of ook niet spannend? Ja, natuurlijk is dat spannend. Ja, maar dat geef ik niet. Ik ook. Hey, want wanneer ben je hier dan komen wonen? Op 9 juli 2021. Ja, dat is al wel een tijdje. En waar kwam je toen wonen? Ik kwam eerst op de pianolaan wonen. Mm-hmm. En dat was in het begin een oudere woning. Yeah. En later kwamen er jongeren en ouderen bij. En nu is het een volledige jongere woning. Ik ben al zover gekomen dat ik nu een appartement heb op de Driehoeklaan. Zo, dat is een mooie stap. Hey, en dan ga je van een groepswoning waar best wel wat begeleiding aanwezig is, naar een appartement waar ook wel begeleiding is, maar een stukje minder. Wat heb je moeten leren daarvoor? Nou ja, als je inderdaad zelfstandig wil wonen, zijn de belangrijkste dingen dat je moet je was opvouwen, je kamer schoonmaken, ja, koken, boodschappen doen en leren met je geld omgaan. Ja, en heb je dat allemaal zelf geleerd of heb je daar ook een beetje hulp bij gekregen? Ik heb natuurlijk met alles wel hulp gekregen en ja, nu kan ik het meeste wel zelf. Hey, en wat voor werk doe je? Want volgens mij zit je niet de hele dag thuis. Nee, dat klopt. Nee, ik werk van maandag tot en met vrijdag en ja, ik doe eigenlijk alles met dieren. Op maandag en donderdag doe ik boerderij de overkant, dat zit hier op het terrein en dan verzorg ik de dieren. En volgens mij weet jij ook allemaal, dat is misschien wel heel leuk om even te weten, hoeveel dieren daar wel niet zijn. Ja, we hebben 4 geiten, een paar cavia's en konijnen, 1 varken, 2 ponies, 1 huiskat, 2 eenden, 1 kip, 1 hert en 1 emu. Kijk. En een emu is een kleine versie van de struisvogel. Ja, en die kom jij wel eens voer, hè? Dan komt hij gelijk naar je toe. Ja, dat klopt. Maar als ik altijd met het voer naar de toe kom, dan komt ze er altijd aan. Ja, dan denk je dat je het wel druk hebt op de boerderij, maar volgens mij werk je ook nog op 2 andere plekken. Ja, dat klopt. Ik werk 1 dag op de Kwispel, dat is een hondenuitlaatservice. En hobby's? Filmpjes kijken.
gamen, treinreizen, midgetgolfen, bowlen, poelen, zwemmen, ja, van alles wat. Waar je allemaal tijd voor hebt, hè? Ja, maar ik heb er natuurlijk niet altijd tijd voor. Nee, hè, niet? Nee. Zo moeten er ook wel eens dingen, zoals de wasvouwen. Ja. Daan gaat zo nog een openingshandeling doen van de tentoonstelling, maar we gaan eerst met elkaar het Lustrumjaar openen. Dus als jij, mag je hiermee staan. En dan is het aan mij om Mies uit te nodigen om naar voren te komen. Mies is de oudste bewoner op dit moment op het zorgpark. En Mies is 96 jaar en vindt het leuk om te doen, maar ook wel een beetje spannend. Mies ligt gewoon lekker te slapen. Kijk eens, we zijn er allemaal heel alert hier. En allemaal maar... Kijk. Ben je erbij? Gaat het lukken om zo direct de handeling te doen om het 100-jarig jubileumfeest te openen? Maar dat gaat Mies niet alleen doen. Want ik wil graag zijn majesteit de koning uitnodigen om naar voren te komen. Welkom majesteit. Fijn dat u er bent. En nou ja, voor heel veel cliënten bent u gewoon de koning. Dus daar zal u vandaag ook regelmatig mee aangesproken worden. En we gaan een dubbele openingshandeling doen, want wij openen het Lustrumjaar. Maar daarna zullen wij ook de tentoonstelling openen, waarvan u de eerste bezoeker straks mag zijn. Mies is er in ieder geval bij om het Lustrumjaar te openen. Het is mooi zo, kijk. Want tellen wij af van 3 tot 1, dan hebben we het moment. Samen, 3, 2, 1. Berg 100 jaar. Nou, het zal hier overal de confetti rijkelijk ballonnen in dezelfde kleur, want het is een feestelijk moment. Mies, dankjewel voor jouw bijdrage. Ja. Dan nodig ik u uit om hier samen met Daan een paneel in ontvangst te nemen. En dit is het eerste paneel van de tentoonstelling. En de zaal is misschien. Deze mag hier, in deze kast. Ja, hij mag er helemaal in tegen neergedrukt worden. Past als het goed is, precies. En hier zien wij inderdaad, nou, waar Mies net wat lag te slapen, zien we hier een enorm wakkere Mies. Ja. En zien wij daar. Ik daar zelf ook nog in mijn jonge jaren op, van 27 jaar geleden kwam ik hier als stagiaire mijn eerste stappen binnen de Willem van den Berg maken. Ik ga samen met de majesteit de eerste bezoek brengen aan de tentoonstelling, maar dat doe ik niet alleen, dat doe ik samen met Bert Bergmans, die al in diverse rollen betrokken is binnen aan de Willem van den Berg en al 54 jaar. Dus nou ja, wie kan er niet meer vertellen dan over de geschiedenis van de Willem van den Berg. Bert die geeft onze koning en directeur Fleur Drekshagen een rondleiding langs de expositie van 100 jaar Willem van den Berg. Met alle voorzieningen, anders dit gebouw is nu de vervanger daarvoor. Maar nu huisvesten we daar de spelotheek en de afdeling multimedia in. En het blijft op die manier ook gespaard. Ja. En wij vinden het mooi om dat op die manier ook te behouden. Nou, we hebben natuurlijk binnen een feest met de koning. Maar buiten is er hier ook een feest. Dus daar gaan we nu naar kijken. Glazen bol. De magische glazen bol.
Volgens mij moet hij hier, ja. Wow. Kom je erbij? Heb je van die lange handen? Ja hoor! Applaus voor de glazen bol! Aan allen die gekomen zijn, proficiat. Aan allen die niet gekomen zijn, ook proficiat. Ik vind het persoonlijk een hele grote eer om het 100-jarig bestaan van dit prachtige woonterrein met elkaar te vieren. En dan ook echt met elkaar, want ik hou van saamhorigheid. En hierbij open ik het feest! Mooi Max! Ja, en zo is het feest geopend. En iedereen die zit in de sfeer. Dus we gaan nu verder kijken. De rondleiding van Bert Bergmans is zojuist afgelopen. En Willem-Alexander gaat nu richting de koets waar Jeroen aanwezig is. En hij gaat 5 stops maken met allerlei activiteiten. En hij zal daar in gesprek gaan met verschillende deelnemers. En de eerste met wie hij in gesprek gaat is Jeroen, bekend van het Bergjournaal. Vertelt de koning over de buitenactiviteiten op de Willem van den Berg. En dat zijn onder andere de Kwispel, Boerderij de Overkant en de Manege. En krijgt daar uitleg van wat ze allemaal doen. Het paard zit lekker te eten. Willem-Alexander krijgt een cadeautje uitgereikt van Jeroen. En ze vervolgen hun ronde weg. Er wordt nog even een foto door een cliënt gemaakt door Willem-Alexander voor goede herinneringen. Arja de Wit, die spreekt de koning te woord. Ze heeft in 1991 ook koningin Beatrix toegesproken. Dus het is voor haar wel bijzonder dat ze 2 keer de koning te spreken krijgt. Ga je elk jaar de koningsdag Chinees eten? Nee, nu al. Maar wel lekker in de Wat vond je ervan? Heel erg leuk hoor. Wat heb je allemaal verteld? Heel kort. Nou, dat we met 24 bakkers zijn en 4 begeleiding. Nou, dat is leuk. Ja hoor. Ja. En heb je vroeger ook nog bij Beatrix gesproken en nu Willem-Alexander? Ja. Kijk. 91 Beatrix. En nu bij Alexander. Ja. Kijk, lekker bezig. Veel plezier nog vandaag. Koning Willem-Alexander krijgt nu iets te zien van theatergroep Net Echt. Ja, en dat is natuurlijk de dagbesteding van Jos van Varik. En dat is ook wel bijzonder.
Jeffrey, wat hebben jullie verteld aan de koning? Nou, over de dagbesteding Theatergroep Net Echt. Over dat we van alles leren en doen. En dat we theatervoorstellingen geven, zeg maar. Dus ja, dat was heel leuk. Dat was, hij vond het ook heel leuk, heel interessant. En hij was enthousiast ook, ja. Kijk, goed om te horen. Ja, zeker. Lekker zeker, bezig. Zeker. Nou, dankjewel. Willem-Alexander is nu bij Tineke van de Spelotheek. Samen met een deelnemer. En zij vertellen nu iets over de Spelotheek. Wat hebben jullie allemaal verteld aan de koning? Nou, Debbie vooral, hè, die heeft verteld dat ze al, hoe lang? Dat ik er 20 jaar werk op de Spelotheek vanaf maart. Ja, en hij heeft gevraagd hoeveel spellen we hadden. Nou, dat was te veel om op te noemen. Ja, dat klopt. Hij wenst ons een fijne dag en dat we vooral moesten genieten. Hè? Ja, absoluut. En zeker. Dat doen we. Kijk, gezellig. Ik wens jullie nog veel plezier vandaag. Dank je. Koning Willem-Alexander komt nu aan bij verschillende kunstwerken van de Passepartout. Ja, ondertussen worden er ook nog even handjes en zwaaitjes en dat soort dingen uitgedeeld. Want ja, dat is allemaal bijzonder en al die cliënten vinden het ook onwijs leuk dat hij er is. En zometeen krijgt Willem-Alexander kunst te zien van de Passepartout. Die diverse filialen heeft natuurlijk in de omgeving. Heb je de koning een schildercursus gegeven? Zo kan je het wel noemen. Ik vond het wel grijnig om te doen. En wat vond je ervan? Ik vond het leuk. Kijk. Ik vond het wel spannend. Maar ja, dat heeft iedereen. Ja, nee. Het is echt heel zeldzaam met schilderen met de koning. Maar en dat je hem ook nog ontmoet, hè? En dat ook, ja. Goeiedag. Dank je wel hiervoor, hè. Dat is heel mooi. Ja. Goeiedag. De koning gaat zijn rondleiding afsluiten en stapt in zijn mooie auto en vertrekt vervolgens naar huis. Heel veel dank jullie voor de gast. Het is echt heel leuk. Ja, de volgende keer. Mag ik misschien één foto met hem maken? Dat ik tegen niemand zeg. Boy pakt nog even een selfie mee. En dan gaat de koning echt naar huis. Majesteit, wat gaat u ervan? Nou, ik vond het een heel bijzondere ochtend om hier te zijn. 100 jaar, zo'n deel van de gemeenschap hier. Waar zoveel mensen met een beperking zo'n een echt inclusief leven kunnen hebben in de maatschappij. Mee kunnen doen. En echt gewoon, echt ook gewoon een heel mooi leven voor zichzelf en voor anderen op kunnen bouwen. En ook wat je hoort dat ze daardoor ook zichzelf zekerder voelen. Dat ze ook daarmee zelfstandiger kunnen zijn. En dat is echt heel bijzonder wat al deze mensen hier, professionals en vrijwilligers, neerzetten. Wat vond je ervan met Willem-Alexander te praten? Nou, hij is net ingestapt en ik vond het echt wel heel bijzonder. Want het was mooi om de tentoonstelling te openen, mooi om het Lustrumjaar te openen. En kijk eens hoeveel mensen er zijn. Ik heb het gevoel dat het zomerfeest is bekend. Daar lijkt het wel op. En hij nam ook voor iedereen even de tijd om een handje te geven, een foto te maken. Sommigen hadden geluk, anderen niet. Maar er zijn heel veel mooie beeldmaterialen. Dus echt top. Zeker. Ik wens jou veel plezier en dankjewel. Jullie ook veel plezier, hè? En tot morgen. Nou, we besluiten deze feestvideo af met met mooie beelden vanuit het feestterrein. En ik zie jullie de volgende keer weer. Hoera, hoera, de koning is op bezoek geweest. Hoera, hoera, de koning is op bezoek geweest. Voor 100 jaar, Willem van den Berg. Bestaat 100 jaar, ja het is echt waar, al 100 jaar. Nu vierden wij een heel groot feest en ook de koning vierde met ons mee. 18 september 2024 was hij hier. Hoera, hoera, de koning is op bezoek geweest. Hoera, hoera, de koning is op bezoek geweest. Voor 100 jaar, Willem van den Berg. Het was een mooie dag, waar we allemaal mochten zijn. Iedereen was welkom, groot en klein. Ik kwam naar het feestfestijn. De koning.
tentoonstelling van al die jaren. Hoera, hoera, de koning is op bezoek geweest. Hoera, hoera, de koning is op bezoek geweest. Voor 100 jaar, Willem van den Berg. Spelletjes, kermis en nog veel meer. En ook optredens deze keer. Een feest waar we van genoten. Hoera, hoera, de koning is op bezoek geweest. Hoera, hoera, de koning is op bezoek geweest voor 100 jaar. Ik vond het een heel bijzondere ochtend om weer te zijn. 100 jaar, zo'n deel van de gemeenschap hier. Wat was het mooi, leuk. Fleuf, hoe kijk je terug op deze feestelijke dag? Ik vond het een fantastische dag. Ja, iedereen wel. En het was zo fantastisch dat de koning het bezoek kwam brengen. En dat hij voor iedereen wel even tijd nam. Ja. Dat vond ik heel erg leuk. Dus mooi. Heel veel blijdschap was er. En het festival met elkaar. Ja. De lekkere hapjes. De muziek. Ja. De kermisactiviteiten. Ja, en wat ik ook heel fijn vond en bijzonder is dat we het met elkaar georganiseerd hadden. Want dinsdag zag ik al dat er heel veel mensen aan het opbouwen waren van de bergshop. En iedereen deed zijn best. Gisteren ook weer heel veel hulp. Ja. Iedereen, cliënten, medewerkers, vrijwilligers. En dat maakt het feest helemaal geweldig. Dus, en de zon scheen. Mooi weer. Ja, we deden het echt met elkaar. Mooi van elkaar. Ja, het was geweldig. Ja. En dan gaan we nu terug in de tijd, want we gaan naar 1924. Fleur, wist jij dat dit gebouw het allereerste gebouw was op de Willem van den Berg? Nou, ik wist niet dat het allereerste gebouw was, maar ik wist wel dat het een heel oud gebouw was. Ja, het is het oudste en het was het allereerste gebouw. Oh. Ja, en we gaan nu naar een filmpje kijken van de beginjaren. Jullie zien hier Wintertuinlaan 2 en 4. In dit gebouw bevinden zich nu de Spelotheek en het Bergjournaal van de Multimedia afdeling. Wisten jullie dat dit het oudste gebouw van de Willem van den Berg is? Toen dit gebouw gebouwd werd in 1924, ontstond de Dr. Meester Willem van den Berg Stichting. Het was het eerste onderdeel van Cirrelo in het westen van Nederland. Cirrelo werd in 1891 opgericht in Ermelo. Op deze foto zien jullie rechts de Wintertuinlaan 4 in aanbouw. De twee andere gebouwen zijn paviljoen 1 en paviljoen 2. In het ene gebouw woonden de jongens en mannen en in het andere gebouw de meisjes en de vrouwen. Wintertuinlaan 2 en 4 was een soort praktijkschool, waar kinderen leerden hoe je bijvoorbeeld deurmatten maakte. Maar ze leerden er ook rekenen en schrijven. Op deze prachtige beelden uit 1930 zie je de schoolkinderen in actie. Na hard werken op school gingen de leerlingen ook wel af en toe ontspannen. Hier zie je de jongens zaklopen bij paviljoen 1. Het verplegend personeel liep in een uniform waardoor het net zusters leken. Zoals je ziet waren er in die tijd al meer paviljoens gebouwd. Tot zover deel 1 over de geschiedenis van Willem van den Berg. Lang geleden, hè? Edwin? Ja, heel veel mensen... Ja, en de eerste directeur, die heette meneer Juug. En hij bracht heel vernieuwende dingen, zoals de wintertuin. En daar gaat de volgende video over. In deze tweede aflevering willen we de wintertuin laten zien. De eerste directeur was Jacob Juug. Hij was vooral degene die de Willem van den Berg groot heeft gemaakt. Na de bouw van paviljoen 1 en 2... gaf hij de voorkeur aan kleinere paviljoens met maximaal 20 bewoners. Een mooi idee van hem was de wintertuin. Dit was een grote, lichte ruimte met veel planten, zand en bloemen.
waar mensen met een ernstige verstandelijke beperking zich volgens Jacob Juch beter konden ontwikkelen. In de jaren 30 was er veel minder personeel dan tegenwoordig en hierdoor was het niet makkelijk om te gaan wandelen met een hele groep. Door de wintertuin kregen deze kinderen toch het idee dat ze buiten waren. In 1930 ontdekte psycholoog Ari Querido dat het gedrag van de kinderen door de wintertuin ingrijpend veranderde. Onrust, slaan, krijzen en vernielen verdwenen. De slaap werd beter, onzinnelijkheid verdween of werd stukken beter hanteerbaar. Jacob Juch, zijn wintertuinconcept, werd internationaal bekend. Juch kreeg in 1939 een koninklijke onderscheiding en de Universiteit van Zürich wilde hem een eredoctoraat uitreiken. Maar dit ging door de Tweede Wereldoorlog niet door. Op de plek van de wintertuin kwam later ook het Wintertuinplein. En daar is later de huidige Wintertuinlaan naar vernoemd. In de jaren 50 werd er bij de paviljoenen Narcis en Orchidee ook nog een mooie wintertuin gebouwd. De molen waar mensen rondjes liepen ziet er niet leuk uit, maar het idee erachter was dat mensen voldoende lichaamsbeweging hadden. Dit heeft meneer Juch niet meer meegemaakt, want hij werd in 1942 tijdens de Tweede Wereldoorlog door een medewerker verraden en afgevoerd naar een concentratiekamp, omdat hij verdacht werd van het verstoppen van koper en hij wilde de Joodse bewoners niet registreren. Meneer Juch zou in 1943 in concentratiekamp Sachsenhausen overlijden door ziekte en uitputting. Ja, Fleur, wat vond je van deze van wintertuinen? Ja, wat vond ik van de wintertuinen? Ik hoor hier ook een beetje omheen. Het is een kooi en het is verschrikkelijk. Ja. Maar toen leefde ook wel in een hele andere tijd. Dus ook school zag er heel anders uit en je werkplek. Dus het was best wel heel vernieuwend dat iedereen lekker naar buiten kon en toch een beetje kon bewegen. En op de video zie je ook in het zand spelen. En er was toen ook nog niet zoveel personeel. Soms was er één personeelslid op wel 30 kleine kinderen. Ja, dan kon je niet wandelen. Dus een beetje vrijheid en in het zand spelen was toen best wel heel bijzonder. Ja, dus zeker. Het was wel een beetje zijn tijd vooruit. Als we er nu naar kijken, denken we wel eens... Oeh! Ja. Op Kesselhof wij ook straffen. Maar toen ben ik weggelopen naar Manesia. Toen zei Margreet, waarom ga je niet naar buiten of zo als je vaker bent? En dat je wat meer leuke dingen doet en feestjes organiseert. En nu is het helemaal weer goed met mij. Ik slaap beter en ik ben vrolijker. Helemaal los gaan met verven. Ja. Zeker. Mooi om te horen. Heel goed. Ja. En dan gaan we nu naar de jaren 30 van de Willem van den Berg. Een echt dorpje waar al veel mensen woonden en werkten. Dankzij de amateurfilmer Juch hebben we nu ook 8 mm filmpjes van. In de jaren 30 groeide de Willem van den Berg uit tot een klein dorpje. Er kwamen steeds meer paviljoenen bij en het Wintertuinplein was de centrale plek waar men elkaar kon ontmoeten. Zoals je ziet waren de winters veel kouder dan nu. Vanaf het Wintertuinplein werden er af en toe uitstapjes gemaakt naar bijvoorbeeld de dierentuin. En daar kon men in die tijd zelfs ritjes maken op een olifant en kamelen. Een ander uitje in die tijd was een ritje naar Schiphol met de bus. Het kostte niet veel geld en het was reuze interessant om al die vliegtuigen van dichtbij te zien. Maar die uitjes waren in de jaren 30 zeldzaam. De meeste tijd brachten de bewoners door op de Willem van den Berg.
Rustgevende medicijnen bestond er nog niet. En daarom hadden veel bewoners met gedragsproblemen vaak lichamelijk zwaar werk op het land. De groente die op het zorgpark nodig was, werd zelf verbouwd en uiteraard werden hier ook mooie bolenvelden aangelegd. Er waren ook wel vormen van werk die men nu dagbesteding zou noemen. Zo werd er bijvoorbeeld lekkere honing gemaakt. Een andere vorm van dagbesteding was het weven van bijvoorbeeld lakens. Voor de mensen die niet buiten konden en dit soort werkzaamheden te moeilijk was, maakten ze in paviljoen 2 een zogenaamde baan, waar de bewoners toch hun energie kwijt konden. Men deed het toen met de beste bedoelingen, maar je kan je nu niet meer voorstellen dat je mensen zo gedwongen geestdodende rondjes laat lopen. Voor de kinderen was er toen ook een bijzonder apparaat gemaakt om in beweging te blijven. En dat werd toevallig net op dezelfde dag afgeleverd. Het was een apparaat om het lopen te stimuleren. Er was nog een ander apparaat voor de kinderen. Wat hier weer de bedoeling van was, is ons ook niet duidelijk. Maar zo te zien hadden de kinderen er wel lol in. In hun vrije tijd hoef je deze jongens niet te stimuleren om te gaan lopen. Wat doen ze vanzelf op het voetbalveld van de Dr. Meester Willem van den Berg Stichting. Feestdag die nooit werd overgeslagen was de verjaardag van koningin Wilhelmina op 31 augustus. Daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappelen zoek ze zelf maar uit. Het werd altijd met veel spelletjes gevierd, zoals hier in de achtertuin van paviljoen 2. Zo roept de man op straat, oh daar zijn de appeltjes van oranje weer. Sinaasappelen sla een kistje in. Geld aan de vrouw, die staat er niet voor lauwe van je hele holle houten mond. Maar ook vlak achter de duinen werd Koninginnedag gevierd. En van je hele holle houten mond maar in.
Ze zijn nog eens zo fijn als de appeltjes van Piet Hein en van je hele hola houten de moed. Na zo'n gezellige Koninginnedag sloot de Mondorgelclub het feest af. Een ander feest dat in die vredige jaren 30 in Noordwijk gevierd werd, was natuurlijk het Sinterklaasfeest. De Sint kwam langs bij alle bewoners en dat was toch best spannend. En met dit toneelstukje over het vertrek van Sinterklaas sluiten we de jaren 30 op de Willem van den Berg af. Ja, leuk dat de Koninginnedag en Sinterklaas ook uitgebreid gevierd werden. En wat voor jou verder op, Fleur? Nou, als ik in die video kijk, begint het al met heel veel sneeuw. Dat vind ik wel heel leuk om te zien. Leuk, leuk. En dat iedereen zo lekker in beweging is. Hè? Voetbal, zakloop, ik zie van alles voorbij komen. Kruiwagenrace. Dus dat valt me op. De uitje naar Ouwehand. Ik denk dat we dat allemaal nog steeds heel leuk vinden. Ja. Dus door de jaren dierentuin blijft altijd leuk. Dierentuin blijft leuk. En het honing maken, dat is toch ook wel bijzonder als dagbesteding, hè? Ja. Dus dat viel me op. Maar we gaan nu naar iets anders moois. En dat is dat ik Jelle Koopman mag aankondigen. Die op zijn accordeon Lang zal zijn leven gaat spelen. Yeah. Want dat hoort er wel een beetje bij met zo'n feestelijke. Ik vind het een hele mijlpaal 100-jarig bestaan. Van nu filmpjes, van toen filmpjes laten die ze zien. En van nu vind ik ook wel heel erg goed. Ja, mooi. Mooi, hè? Ja. Helemaal. Gaan we met z'n allen zingen. Lang zal ze leven, lang zal ze leven in de gloria, in de gloria, in de gloria. Leven hoog, zij leven hoog, zij leven hoog. Ja hoog, ja hoog, zij leven. Piep, hoera! Piep, hoera! Voor Willemberg, koningin. Ja, en van zoiets feestelijks gaan we naar de minder leuke jaren van de Willem van den Berg. En dat waren de jaren 40. De jaren in de oorlog. De jaren 40 waren donkere bladzijden in de geschiedenis van de Willem van den Berg. Op deze luchtfoto van de geallieerden zien jullie hoe groot ons woonzorgpark inmiddels was geworden. Noordwijk was uiteraard, net als de rest van Nederland, bezet door de Duitsers. De paviljoenhoofden Zuster Braat en Zuster Roest werkten in de eerste gespannen oorlogsjaren gewoon door op de Willem van den Berg. Maar er waren verschillende vrienden en verloofdes van zusters die ook ondergedoken werden op de stichting. Zogenaamd als bewoner, om ze dan toch nog een beetje te beschermen. En dat zijn de verschillende geweest. Ja. Op deze foto zien jullie een deel van het zorgpersoneel. Op 8 april 1942 werden directeur Jacob Jug en timmerman Goudriaan opgehaald door het Sicherheitspolizei omdat ze koper hadden verborgen. De metselaar die het moest verstoppen hadden ze verraden.
De heer Jug had ook Joodse cliënten verborgen voor de Duitsers en niet laten registreren. Later werden timmerman Molengraaf en monteur Dekker ook opgehaald. De heren Jug en Molengraaf werden vermoord door de Duitsers. In 1942 wordt de Dr. Meester Willem van den Berg Stichting in Noordwijk ontruimd, vanwege mogelijke beschietingen vanaf de duinen. Er werd een bunker gebouwd op het zorgpark en in de naastgelegen duinen. Zo'n 275 bewoners werden naar huis gestuurd, soms onder protest van hun familieleden. De overige 550 bewoners en 180 verpleegsters werden overgebracht naar onder andere schoolgebouwen van Cirrelo Lozen Noord en Groot Emaus in Ermelo, dat daardoor overbevolkt raakt. We zijn in 1943 geëvacueerd naar Ermelo. De beste bewoners met de trein die niet zo best waren zijn met buik gegaan. Wij werden verdeeld in een groep in Cirrelo en Groot Emaus. Toen later kwam er ook nog een groep van Wolfezen. Die moeten in de kerk slapen. En het gedeelte van ons ook. Dat was een hele toestand. Er zijn geen foto's of video's uit de oorlogsjaren. Hier zien wij videobeelden uit 1994 van de bewoners die in de oorlog naar Ermelo verhuisden. Ze bezochten Ermelo nog één keer omdat daar een gedenksteen was geplaatst. Op 2 december 1942 arriveerde de eerste trein en na enkele dagen volgden er nog twee transporten. Meubilair en speelgoedtoestellen werden met 16 schepen van Katwijk naar Harderwijk vervoerd. We zijn ook het laatste naar Ermelo gegaan met de trein, met de Rode Kruiswagens. Ja, want ik heb begrepen dat ze dan vanuit Noordwijk gingen ze. Dat ging in de nacht, om 3 uur. Zijn we vanuit Noordwijk, de laatste groep zijn wij geweest, de goede paviljoenen. De laatste groep naar Ermelo gegaan. We moesten, nou ja, als we de nacht geslapen hadden, moesten we alles in de laken wikkelen. De dekens en de kussens, zodat je meteen in Ermelo al de spullen bij elkaar had om te gaan slapen. En toen hebben wij die overval gekregen van die Duitsers in het paviljoen. De zusters opgesloten waren en in mijn kamer met zuster Groen, waar ik samen in zat, daar stond ook één soldaat en dan met geweer in aanslag. En toen ben ik met alle slaapkamers langs moeten gaan met de jongens. En toen ben ik een keer dat ik zeg, ja, nou heb ik het moeilijk met de Duitsers, want nou ben ik bang. Niet voor mij, maar voor die grote jongens. Er waren zoveel jongens bij die... Nou ja, daar zie je het niet aan. Dat zag je niet. Die nou ook getrouwd zijn of wat ook. He? En die lagen daar. En die werden uit hun slaap gedaan. Want het was tegen 9:30, 10:00. En we gingen wat vroeger naar bed toe. En, nou ja, bij mijn kinderen, nee, werd niet. En toen heb ik één jongen. Nou ja, als je daar Kees Stout tegen zet. Zij zou misschien wel kennen. Kees Stout tegen zei. Dan werd hij woedend. Want hij heette Kees Riedijk. Maar hij zat wel met touwtjes bezig en hij trok met mij de matten door. En daar kwamen we achter door een klein krengetje die hem zat te pesten onder de tafel van met Kees Stout te zeggen. En dan vloog hij uit en dan had die lol. En die heb ik nou een bron laten geven. Ik heb Kees Stout gezet. Toen ben ik voor het eerst gemeen tegen hem geweest om te zeggen, zeg Kees Stout. En die knul die begint te brullen. Nou, ik heb toen nog nooit een soldaat zo hard weg zien lopen als toen. De kind doet niks. Hij deed niemand wat. Alleen zijn geluid. En dan die Jood, dat we die de Heilman Verdam, dat we die daar in een torentje hebben gezet. En toen de Duitsers kwamen, toen zijn er hier nog Joden. En toen deden we zo, we zijn krank. Op 9 april 1943 werden op Cirrelo Lozen Noord Joodse cliënten per bus naar kamp Westerbork overgebracht. Van daaruit gingen ze per trein naar Sobibor en werden daar direct na aankomst vergast. Onder hen waren Robert Sodij, Samuel van der Kloot en Rebecca op den Berg van de Willem van den Berg. En ik zeg het, die drie jongens, ja, ik heb ze weg zien halen toen ik voor het paviljoen sta. En zuster Groen en zuster van Kuik. Waar ze toen in Zeezicht? In Zeezicht, die hebben me tegengehouden, want anders was hij die kerels aangevlogen. En er is dan die ene man dan die daarbij was, dat was een Nederlander. Een Hollandse, ja, vanuit Harderwijk. Misschien dat ze die ouderen van hier het wel meer weten. Die hebben ze vlak na de bevrijding doodgeschoten, hoor, toen de
dingen afdoen. Met nee, waren wij toen ook wat zo. Dus zodoende dat ik dat heb meegemaakt, hoor. En ik zeg het, ik moest van dokter Stekete de boel loslaten, want anders zouden ze bommen op de stichting gegooid hebben. Dat is als ik te kwetten weer wegging met de kinderen. En dat heb ik toen moeten doen. En ja, ter wille van de anderen ook. Maar ik heb de dokter Stekete nooit vergeven. Als Ermelo op 18 april 1945 wordt bevrijd, kan er een begin worden gemaakt met de terugkeer van bewoners en verpleegsters van de Willem van den Berg Stichting naar Noordwijk. Maar eerst werden er 200 kinderen van NSB'ers van 2 tot 18 jaar heropgevoed op de Willem van den Berg. Zuster Braat en zuster Roest hadden de leiding over de schoonmaak. Dat moest worden gedaan door mensen die fout waren in de oorlog. En in Noordwijk zelf waren er NSB-vrouwen die daar de boel moesten schoonhouden. En dan moesten wij natuurlijk daar ook leiding bij geven. En dat ging natuurlijk, eerst waren ze natuurlijk niet erg opgesteld om daar de vuile boel op te ruimen. De maaien die kwamen uit de toiletten, dus het was natuurlijk niet erg hygiënisch. Op 15 augustus 1945 is iedereen vanuit Ermelo weer terug. Elke keer als er hier een paviljoen klaar was, ging er weer een groep terug. Weer naar Noordwijk. En ik zeg het, voor december waren we allemaal weer in Noordwijk. Ja. Werden toen ook allemaal anders op die inrichting? Nou, ik kan het niet zeggen. Wij zijn op die inrichting weggegaan. Hier was het wat anders. Ja, we deden echt nog allemaal wat we eigenlijk... Er kwam niet zoveel van je moet dit of je moet dat. Ieder die in het paviljoen zat probeerde zo goed mogelijk weer in het gareel te komen. In de 5 jaar na de oorlog gebeurde er niet zoveel bijzonders op het woonzorgpark. Oudbewoner Frans van Velzen vond het er vooal streng aan toegaan. Je was met elkaar. Je was niet alleen, je had een kamer voor jezelf die je in kon richten en alles. En daar zaten altijd anderen bij. Dus je had geen privacy. Er was wel geen personeel, maar andere medebewoners. Die waren er dan bij. Nou ja, je kon niet doen en laten wat je wil. Ik kon geen radio luisteren of je kon geen tv kijken of wat. Dat was toen de tijd nog niet. Maar radio luisteren en zo, dat was er helemaal niet bij. Dat mocht zelfs niet. Je mocht geen radiootje mee in je kamer nemen. Want, ja, daar sliepen de anderen weer niet. Koptelefoons, nou, die waren in die tijd er ook nog niet. Dus, nou ja, je ging naar bed en je ging slapen. En je lag daar. En je lag wel een beetje met die mee op die zaal. Praten mocht je niet. Ja, het was eigenlijk een paviljoen, was een kleine inrichting op zichzelf. Je regelde zelf en organiseerde zelf. Tot zover de donkere jaren 40 van de Willem van den Berg. Ja. Heftig hoor. Heftig, ja. Ja, gelukkig is het tijd erbij, Fleur. Gelukkig maar. En wat vond je van zuster Braat en zuster Roest? Nou, van beide zusters, ik vond ze eigenlijk ook wel heel erg dapper. Ja, zeker. Dat ze daar stonden en dat ze zo iedereen in bescherming wilden nemen. Ja, heel goed. En ik vond ze ook ontzettend lief. Ja, wel lief waren, ja. Als je dan kijkt, nou ja, hoe ze graag voor iedereen wilden zorgen. Dus ik denk dat, dapper, lief, ja. Sterke ja. Vrouwen. Zeker weten. En we gaan weer even verder. Naar de volgende video gaat over de jaren 50 en de jaren 60. En toen werd er ook al veel gebouwd op de Willem van den Berg. En ons dorpje, onze Willem van den Berg, werd steeds groter. De jaren 50 waren de jaren van wederopbouw en uitbreiding van de zorg. Voor zeer veel mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-Holland werd er dringend opname in een zorginstelling gevraagd. Hier zien jullie een maquette van de nieuwbouw. De gebouwen hadden bloemennamen, zoals de Orchidee en de Sering, en werden in begin jaren 50 geopend. Van deze gebouwen zien we nu alleen de Tamboerijnlaan 1, 4 en 8 nog terug op het woonzorgpark. Op deze plattegrond van eind jaren 40 was dan ook de geplande nieuwbouw van de jaren 50 al te zien. De opening werd destijds groot gevierd.
Op deze plattegrond zien we, behalve de geplande nieuwbouw, ook de al wat oudere vooruitstrevende kleinschalige nieuwbouw uit de jaren 30 waar we in deze video nog geen aandacht hadden besteed. Dit arbeidsdorp bestond uit 8 huisjes met elk 5 mannen die meer zelfstandig wonen en op het zorgpark hun werk hadden. Piet Kramer en Chris de Jong woonden hier in de jaren 50 en ze haalden op deze video herinneringen op met dokter Schut, de huisarts van destijds. Fijn dat we nog eens wat kunnen vertellen, want dat arbeidsdorp, ja, dat is natuurlijk eigenlijk onuitputtelijk wat daar allemaal geweest is in de loop van de jaren. Hè? En wat we daar allemaal beleefd hebben. Maar alleen al als je kijkt naar het wonen. Als ik hier nou zo kijk naar dat huisje, was dat vroeger ook al nummer 2? Daar waren 2 huiskamers, maar één daarvan, dat was voor de oorlog het winkeltje geweest. Ja, en nou, dat was deze. Kijk, en dat is nou gewoon de huiskamer gebleven, maar dit is dan het winkeltje geweest. Dat winkeltje, ja, dat was ook zoiets, dat was echt van voor de oorlog. Ja. Daar kon je niet met gewoon geld betalen. Nee, dat deden we met deltaatjes. Ja, van die strootjes. Van die rosachtige zijpjes. Ja. Ja. Met een driehoekje erop. En eentje had een klein parasjek voor. Ja. Ja, en dat was een uitvinding van meneer Jug, hè? Ja. Tjongejonge, wat hebben jullie hier vroeger allemaal gewerkt? Ik heb in de keuken gewerkt, hè? Ja. Ook bij juffrouw Ome. Ja. Ik zou vertellen, toen ben ik naar de pitkeuken gegaan om aardappelen te gaan pitten. Ja. Dat deden we ook allemaal. Nou gaat het machinaal, maar we deden het allemaal met de hand. Hey, die pitkeuken, daar maakten ze er ook wel eens een feest van. Nou, dan gingen ze elkaar met die aardappelen bekogelen. Leuk om deze verhalen te horen. Chris en Piet woonden op het hoogtepunt in de jaren 60 met zo'n 1450 mensen op het woonzorgpark. Het was dan ook een compleet dorp geworden met op haar hoogtepunt een eigen kerk en zwembad. Zeer beslist vind ik dit geen ondankbaar werk. Ik vind het zelfs zeer dankbaar om met deze kinderen te kunnen werken. Ik werk in een paviljoen met diep zwakzinnige meisjes. Het is ontzettend leuk dat ze allemaal zo totaal verschillend zijn. Ieder kind op zijn eigen manier te leiden en ieder kind apart op zijn eigen wijze te doen gelukkig zijn, is een heerlijke taak. De eerste paar jaar heb ik gewerkt in een paviljoen met betere jongens. Ook in dit paviljoen zijn enkele betere kinderen die je wel wat kunt leren en die je kunt begeleiden. De liefde die wij aan de kinderen geven, ontvangen wij dubbel en dwars terug. Ook al kunnen de meesten dit niet met woorden uitdrukken. De directeur van destijds was dokter Steketee. En onder zijn leiding gingen sociale wetenschappen in de vorm van psychologie, pedagogiek en maatschappelijk werk in onderzoek en begeleiding van cliënten een steeds grotere rol spelen. De Willem van den Berg had in 1956 een Nederlandse primeur met de komst van de Radix. Het eerste observatiehuis voor mensen met een verstandelijke beperking. We hebben dan ook in de organisatie van onze stichting een observatiecentrum opgenomen, waar door de verschillende specialisten het kind wordt onderzocht. Laten we nu eens gaan kijken naar een groepje kinderen dat bezig is met een kringspelletje. U weet, spelen is voor een kind een uitingsvorm, een oefenen waarmee het zichzelf en anderen leert kennen. Afwijkende kinderen kunnen vaak moeilijk spelen, nog alleen, nog met anderen. Hier wordt geprobeerd hen in gezamenlijk spel te betrekken, hen te richten op de medespelenden. Hier spelen kinderen van imbeciel niveau en deze kinderen zijn gevoelig voor opvoeding en onderwijs, maar ze laten zich gemakkelijk afleiden. Ouderparticipatie kwam ook op gang in die tijd. En mede onder invloed van ouders kwamen ideeën voor andere woonvormen op gang. Omdat de Willem van den Berg Stichting uit haar jas groeide, ontstond in 1966 een nieuwe instelling, het Westerhonk in Monster.
En daar verhuisden 150 mensen uit Noordwijk naartoe. Ja. Ja, wel mooi om dat dan weer terug te zien, hoor. Echt oud was dat. Ja. Ja, Fleur, denk je als je de grote slaapzaal uit die tijd, denk je dan? Nou, dat is wel heel druk s'nachts misschien, hè? Dan word je wel wakker van iemand anders die naast je ligt te snurken. Ja. Ja. Maar ja, ook dat was in die tijd toch wel heel normaal. Als je naar het ziekenhuis ging, lag je ook met heel veel mensen op een zaal. Lof. En ook was het zo, in een eigen huis had je vaak ook geen eigen kamer. Dus dat was eigenlijk wel een stukje normaler dan nu. Ja. Want nu hebben we eigenlijk bijna allemaal een eigen kamer en een eigen badkamer. Maar voor toen waren heel veel mensen er wel bij. Het kan ook gezellig zijn met zoveel mensen. En dan lekker keten en zo. Lekker keten, misschien voor de zusters en broers in die tijd was het niet zo gezellig. Ja. Ja, we gaan meteen door naar de jaren 70 en 80. Want toen veranderde er ook veel, dus daar gaan we nu naar kijken. Vanaf de jaren 70 en 80 doen zich tal van ontwikkelingen voor die de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in een stroomversnelling brengen. Psycholoog Carol Muller streefde in Dennendal naar een mensgerichte benadering van psychiatrische zorg, waarbij patiënten meer vrijheid en individuele aandacht kregen. Zes jaar geleden al die sterk bezig zijn geweest om hospitalisatie van zwakzinnigen te voorkomen. Hè. Je kunt er alleen iets tegen doen als je je eigen instelling en de hele organisatiestructuur verandert. Hè? In een meer vrije en tolerante en minder autoritaire richting. Deze progressieve ideeën werden bij Cirilo niet direct omarmd, maar onder leiding van mevrouw Pauwels werden al deze nieuwe opvattingen wel in een rustig tempo ingevoerd bij de Willem van den Berg. De jaren 70 en 80 kunnen we ook wel de Dr. Pauwels periode noemen. Zij was als directeur erg betrokken en kende bijna iedere bewoner bij naam. We zullen u echter wel missen, maar Rinus wil altijd nog wel eens met u vissen. Ten slotte horen we dat u nog veel zult genieten van uw pensioen en geef u daarom een dikke zoen. Personeel de bewoners van het Vaassenhuis de Voorstraat 108. We zien hier Wil Braam in een 8 mm film die in de jaren 70 gemaakt werd. Ja, de jongen is al lang weer terug. Nou, als die auto naar de haard rijdt, dan houdt het natuurlijk. Ik heb er wel zin aan gehouden. Je ziet het straks eigenlijk een roesje, hoor. Als die dan nog te hard rijdt, dan geeft het even aan een verpiepertaal. Er vond een overgang plaats van het medisch model naar het ontwikkelingsmodel. De bewoners werden niet meer gezien als patiënten, maar als mensen met mogelijkheden. In het verlengende hiervan doen begrippen als normalisatie en integratie hun intrede. Zo normaal mogelijk wonen. Het liefst in een gewoon huis in een gewone straat. In 1980 was de Van Limburg-Stierumstraat 1 de eerste woning van de Willem van den Berg, waar 6 tot 8 redelijk zelfstandige mensen woonden met begeleiding. En in de jaren erna gingen er ongeveer 150 bewoners van de Willem van den Berg in de omliggende dorpen wonen. We zien hier eind jaren 80 de Zeewinden 3 in Noordwijk, waar 6 kinderen woonden. Huisarts Pieter de Jong vertelt erover in de informatievideo Een Gewone Dag. Monique is 15 jaar en woont op het adres Zeewinden 3. Het is een fasehuis voor kinderen. Sinds 1986 wonen er 6 kinderen. Eet smakelijk. Eet. Er bleven ongeveer 750 mensen op het woonzorgpark wonen, in kleinere groepen dan voorheen. Met ongeveer 8 personen en in plaats van slaapzalen kwamen er gedeelde slaapkamers en soms een eenpersoonsslaapkamer. De woning kreeg een eigen adres en een eigen telefoonnummer. De basis voor de zorgverlening werd het individuele zorgplan. Hans kan het als heel erg prettig ervaren.
Ik denk dat wij er soms ook best wel zin hebben om te eten. Dat vindt hij dus ook. Maar hij heeft dus ook wel eens een moment dat hij ook onrustig is. En dan is het, vind je het ook minder leuk. Deze kinderen uit de Zeewinde gingen naar school op het woonzorgpark. Want daar stond tegenover het buitenbad de duimpieper. Dit is de kaart van de bewonersvakantie van de Oude Ruijs. Het zijn we sporthuis Centrum. Familie kwam gewoon langs wanneer het hen uitkwam. En mensen met een ernstige beperking gingen ervaren wat snoezelen is. De dagbesteding werd in de jaren 80 ook steeds creatiever. In 1987 kregen we tijdens een zomerfeest hoog bezoek. Prinses Juliana kwam het sociaal centrum Het Kruispunt, dagbestedinglocatie De Triangel, en de kleinschalige nieuwbouw openen. Na een ritje in het treintje en de optredens in Het Kruispunt onthulde ze het Julianaplein naambordje. Ze bezocht ook dagcentrum De Triangel. De nieuwbouwwoningen van destijds heten Oranjelaan, Merolaan en Freesiaplein. Maar nu noemen ze Pianolaan, Wintertuinlaan en Kersenhof. De architect van Het Kruispunt en De Triangel was Geert Drekshagen. En dat was de oud-oom van onze huidige directeur Fleur Drekshagen. Ja, mooi hè? Ah, echt prachtig. Fleur, nou een goede vraag aan jou. In welk jaar begon jij hier te werken en waar was dat? Nou, dat is ook alweer een tijdje geleden, Patrick. Dat was in 1997. Zo, lang geleden. Dus het is echt een eindje weg. Toen was even ik, snel hoofdrekenen. Toen was ik een jaar of 7, 8. Dat is 27 jaar geleden. En ik startte, en dat was nog niet zo oud, op het kort verblijf. Ja, ja. En het kort verblijf was het plekje waar kinderen kwamen logeren. Of kinderen... Ja, Bart. Ik ook. Dat klopt. Ja. En voor de naschoolse opvang. Er zitten heel veel mensen hier in de zaal die het kort verblijf wel kennen. Dus daar ben ik gestart met werken. Ja. Als stagiaire. Leuk. En nu directeur. Ja. Het was een leuke tijd. Dat was zeker leuk. En in de volgende video zien we de jaren 90 en de jaren 0 van deze eeuw. En in die tijd werd het kort verblijf geopend. In de jaren 90 bleef het zomerfeest het gezelligste feest op de Willem van den Berg. Maar verder veranderde wel veel. De paviljoennamen verdwenen en er kwamen straatnamen. De interne zetopleiding op het zorgpark verdween en we kregen in die jaren verschillende directeuren. Na Jaap Versloten kwam Huib van der Doel en Laurens Touwe. De techniek maakte het halverwege de jaren 90 mogelijk dat de nachtzorg vanaf een centrale plek uitgevoerd kon worden, waardoor er niet in ieder gebouw personeel aanwezig hoefde te zijn. Jullie zien hier hoe het dat nu vanuit plein 6 gaat. Dit systeem is zo geprogrammeerd ook, dat die heeft een geel vlaggetje, die heeft een groen vlaggetje, een rood vlaggetje, dus de prioriteiten, dus je kan de zorg veel beter leveren. Ook al is er niemand in huis en het is weer de rust die dat met zich meebrengt. Voorheen hadden we cliënten die we vaak terug moesten luisteren om een bepaald geluid te kunnen horen. Nu hebben we daar een audiogram voor. Kunnen we op het punt waar het geluid binnen is, daarop luisteren. En dan is dat binnen 2-3 seconden heb je dat geluid wat je wil horen, heb je dan in beeld. Hierdoor konden er overdag meer mensen werken in plaats van 's nachts. Voor de ouders was die gedachte in het begin nog wel even wennen. Ook kwamen de computers op kantoor. De deeltijdzorg werd een nieuw begrip in het zorgaanbod. De deeltijdzorg groeide snel. Hierdoor konden mensen met een beperking vaak langer thuis blijven wonen. Eind jaren 90 ging de zorg voor mensen met een beperking er meer en meer uitzien zoals het nu is. Bart gaat uit logeren bij een logeergezin in Katwijk. Een van de mogelijkheden van het brede zorgaanbod van de Willem van den Berg. Bart maakt gebruik van de weekenddagopvang, een onderdeel van de deeltijdzorg. Het kort verblijf met weekend- en buitenschoolse opvang, de thuiszorg en een heus vakantieproject horen daar ook bij. In het jaar 2000 werd Dirk Kooistra directeur.
Hij was een man met veel passie voor architectuur. En dat zien we aan de gebouwen zoals de Trommelhof, de Zeester en de Druivenhof. In die tijd werd het facilitair bedrijf veel kleiner. En er werden veel dingen zoals de was en het vervoer uitbesteed. Wonen in een maatschappij werd belangrijk. Cliënten verhuisden van het park naar de omliggende dorpen. Dit werd later de regio Zuid-Holland. We laten nu een stuk uit een informatievideo zien uit het jaar 2000. Tussen 1980 en 1988 verhuisden 150 cliënten naar zogenaamde socio-woningen. Dit waren veelal mensen met een matige verstandelijke beperking. De nadruk lag op wonen in de samenleving. De dagbesteding en recreatie vonden nog plaats op de centrale locatie. In de tweede helft van de jaren 90 zijn er nog eens 100 cliënten midden in de samenleving gaan wonen. Dit aantal wordt in de komende jaren verdubbeld. Een opvallend verschil met de vorige jaren is dat op basis van een woonwensenonderzoek in principe elke cliënt met een verstandelijke beperking hiervoor in aanmerking kan komen. In de praktijk betekent dit dat veel meer een dwarsdoorsnede uit de totale populatie in plaats van alleen de bovenlaag in de samenleving gaat wonen. Alleen cliënten met ernstige gedragsproblematiek zijn duidelijk ondervertegenwoordigd. We nemen in deze video een kijkje in de Blijhof 7. Een woning in Voorhout waar 7 jonge mensen wonen. Marianne woont nu 1,5 jaar hier in de Blijhof. En ze heeft 18 jaar thuis gewoond. Het is een hele gewenningsperiode geweest. Voor mezelf is het nog moeilijk, maar Marianne is aardig gesetteld. Spinazie. Ze was gewend dat ik daar altijd eten gaf en drinken gaf. Ze ging dan wel naar een dagbesteding toen ook. En daar had ze ook altijd wel een voorkeur wie daar hielp. Ik ben inmiddels 6 maanden in dienst op de Blijhof. Mijn functie is gastvrouw. Het houdt een beetje in dat je veel met de bewoners doet, maar ook huishoudelijke taken. In 2004 werd de Willem van den Berg en het Westerhonk in Monster 1 organisatie. Ze gingen verder onder de naam Cerelo West-Nederland. Uiteraard merkten de cliënten er niet veel van. Hoewel, het Bergjournaal ging een paar jaar Cerelo en zo heten. En het werd op beide zorgparken uitgezonden. Een hele goede middag allemaal en welkom vanuit Studio Westerkerk, waar het zoals altijd goed toeven is. We hebben vandaag een hele bijzondere uitzending. We vieren dat we 2 jaar op beide locaties door de ether gaan. Halverwege de jaren 0 waren er plannen om honderden woningen te bouwen voor mensen die geen zorg nodig hebben. Nou, dit is toch een heel spannend moment nu wat nu is aangebroken. Want het woord viel al net van die integratie. We hebben al wat integratie bereikt in de wijk. Omdat de cliënten van hier, vanaf het terrein, nu elders vertoeven. Maar het is nu geen terrein meer. Het is nu een nieuwe wijk van Noordwijk. En we gaan nu een spannend proces hier tegemoet. Okay. Waarbij cliënten en niet-cliënten elkaar hier in deze nieuwe wijk gaan treffen. Ja. Maar in 2007 was er een financiële crisis. Hierdoor ging het plan van Cerelo niet door. Vind. Ja. Mooi filmpjes. Waarom niet door? Ja, waarom ging het niet door? Ja. Toen was het in de wereld was het een beetje spannend en toen hadden we niet genoeg centen om dat te bouwen. Ja. Oké, duidelijk. Ja, nou ja. Ja, ben ik. We gaan alweer naar de laatste video kijken. Want we zijn aangekomen bij de periode van ongeveer 2009 tot met nu. Ja, en dat kunnen we ons goed herinneren. Dus. We gaan gauw kijken. In 2011 werden verschillende dagbestedinglocaties in de Duinzone gebouwd en geopend. Een bijzonder plek, want het Nederlands elftal had in 1988 daar haar laatste training op de Nederlandse bodem voordat ze een Europees kampioen werden. De Manege, Villa Tomata, Hondencrash Kwispel en Boerderij de Overkant kregen hiermee een mooi nieuw onderkomen. Kort daarna nam Dirk Kooistra afscheid als directeur van Cerelo West-Nederland. En daarmee stopte ook de nauwe samenwerking met het Westerhonk.
De raad van bestuur van Cirrelo ging meer en meer landelijke koers bepalen. De grote zorginstellingen van Cirrelo werden opgedeeld in ongeveer 30 regio's. Veel overhead-afdelingen verhuisden grotendeels naar een landelijk shared service center. In eerste instantie kwamen er 4 regiomanagers voor Durre-Kooistra in de plaats. Toen we na 2 jaar van 4 naar 2 regiomanagers gingen, werd het zorgpark 1 regio. Alles daarbuiten werd regio Zuid-Holland-Noord. Joop Hol werd de regio-directeur van het woonzorgpark Willem van den Berg. Greet Houtenkamer werd directeur voor de regio Zuid-Holland-Noord. En met de komst van Cirrelo Auringa in 2020 verviel Noord bij de regio Zuid-Holland. In 2015 maakte multimedia-deelnemer Ashwin op verzoek van de organisatie een fietstocht op het woonzorgpark. Laten wij eens kijken naar een klein stukje uit deze informatievideo. Hey Peter-Jan, zit jij niet in de cliëntenraad? Jazeker wel. En wat doen jullie daar precies? Praten over medezeggenschap. Doen jullie dat alleen? Nee, met de ouders. Nou Peter-Jan, bedankt voor de informatie. Ik ga er weer vandoor. Ja, is goed. Doeg! Cirrelo heeft ook veel woningen buiten Noordwijkerduin. In bijna alle omliggende dorpen staan woningen. Zoals in Noordwijk, Katwijk, Oesgeest, Voorhout en Hillegom. Hé hey Ashwin, kom nog even bij mij kijken. We hebben een kamer. Dat is nou jammer. Ik had nog graag even mijn kamer laten zien aan Ashwin. Want ik heb een heel mooi appartementje. Met een hele mooie douche. Willen jullie het even zien? Ik heb hier alle privacy die ik nodig heb. Ik ga eens even een kijkje nemen bij de strandhutten. Hey Martine. Hey Ashwin. Hallo. Hoi. Bij wat voor dagbesteding ben ik eigenlijk? Je bent hier op de strandhutten. Wij bieden activiteiten aan voor EMB-cliënten. En dat zijn ernstig meervoudig beperkte cliënten. De activiteiten die wij aanbieden zijn lichaamsgebonden. En dat houdt in dat ze dicht bij het lichaam zijn. De activiteiten zijn gericht op de zintuigen. Dus op het ruiken, het proeven, het voelen en het horen. We doen heel veel activiteiten in thema's, zodat het ook voor iedereen interessant blijft en gezellig is. Op dit moment zijn we bezig met het thema herfst. En we zijn ook heerlijk aan het voelen. Voel zelf maar even. Ja, dat is zacht. Dat is lekker zacht. Ook Wijnie houdt heel erg van aanraken. En we doen ook veel met chantelaar-massage. Dat is een speciale aanrakingsmanier. Hey, bedankt. Ja, graag gedaan. En tot ziens. Tot ziens. Ik moet er weer vandoor. Dag. We zijn hier bij de Academie voor Zelfstandigheid. En hier krijgen de deelnemers cursussen en trainingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. Hey, Kelly en Sebastian. Hey Ashwin, leuk dat je er bent. Wat kun je hier allemaal leren? Ik kan hier van alles leren. We hebben een trainingsboekje. En daar zijn eigenlijk alle trainingen in. Je kan hier eigenlijk alles leren op het gebied van zelfstandig wonen en werken. Op het gebied van zelfstandig wonen hebben we hier kooktrainingen. We hebben strijk- en wastrainingen. We hebben boodschappentrainingen. We hebben reistrainingen. Eigenlijk alles wat je maar kan verzinnen, ja, kunnen we hier geven. In 2018 werd er een begin gemaakt aan de bouw van plein 6. En in 2019 startte de nieuwbouw op de Mandarijnlaan. In datzelfde jaar werd de eerste paal geslagen voor de nieuwbouw voor onder andere jongeren op de Giraffenlaan. Dit was in september 2019 meteen de eerste handeling van onze huidige directeur Fleur Drekshagen. Vanaf dat jaar werd alle nieuwbouw gelijkvloers gebouwd. In maart 2020 veranderde het dagelijks leven in heel Nederland ingrijpend door corona. Er brak ook op woonzorgpark Willem van den Berg een periode aan die we het liefst weer willen vergeten. De dagbesteding ging op 16 maart 2020 plotseling dicht. En dit werd door onze huidige directie op tv verteld aan de cliënt. Hallo allemaal, zoals wij afgelopen vrijdag al zeiden, komen wij met een bericht als de zaken veranderen. En dat is nu zover, want wij hebben met elkaar het besluit moeten nemen dat de dagbesteding dicht gaat.
Terug naar eigen land. De beperkende maatregelen zijn extra zwaar voor kwetsbare groepen. Denk aan ouderen, zieken en mensen met een beperking. Ook Rowena zit nu noodgedwongen op haar woongroep omdat haar dagbesteding dicht is. De winkel waar ze werkt, van instelling Serenlo. Hierna moesten we ook meer afstand houden, want de landelijke coronaregels werden steeds strenger. Zo mocht er ook geen bezoek meer langskomen. Rowena snapt nog waarom de drastische maatregelen nodig zijn. Maar veel andere inwoners van Serenlo begrijpen er helemaal niets van. NOS-journaalverslaggever Gerry Eikhoff kwam langs voor een verslag. Ze zijn hier dus niet zo bezorgd over het wanneer van de vaccinatie, wat eerder of later. Maar wel over het waar, wat dichterbij of verder weg. Er kwam ook een regionale coronacrisisunit voor mensen met een beperking op het woonzorgpark. En hiervoor kwam één vandaag op 13 januari 2021 een opname maken. Hilde die wil graag knuffelen, dat lichamelijke contact. Nou, dat is alles wat we niet mogen in de coronatijd. Nee, dat klopt. Dus ja, als ik in pak ben, denk ik van ja, weet je, dan ga ik dat haar niet onthouden, want dat is wat zij nodig heeft. Er waren ook positieve dingen te melden. Want de nieuwbouw voor plein 6 ging in de coronatijd gewoon door. En om iedereen een hart onder de riem te steken, kwam koningin Maxima op 13 november 2020 langs. Ja, mag ik even zitten? Ja, helemaal hier zitten. Dat is Hitler. Dat is... Kijk, Maxima. Hoi. Ik ga wat naar je. Oh, guys. Hoe is het? Oh, nee. Nou, dank je wel. Ik wil het echt zien. Majesteit, wat vond u van uw bezoek vanochtend aan Serenlo? Nou, ik vond het heel fijn. Ik heb die gelegenheid gehad om met heel veel mensen te spreken. Mensen die hier werken, maar ook hier, mensen die hier wonen. Mag ik u hartelijk danken voor deze versie nou interview? Nou, dankjewel. Ik vond het fantastisch dat jullie echt zo'n mooi medium hebben voor elkaar. Mm-hmm. En zodat iedereen op de hoogte kan zijn en heel leuk om te doen, toch? Zeker, dankjewel. Nou. 3, 2, 1. Plein 6 werd officieel geopend. Hey Fleur, hoe warm is het water eigenlijk? En na 2022 keerde het normale leven weer terug op woonzorgpark Willem van den Berg. En dat was ook mooi te zien in een korte videoclip die Serenlo liet maken in 2023. Het park is een wijk op zich en biedt werk aan zorgpersoneel, vrijwilligers en studenten. Het centrale middelpunt van ons park is het duurzaam gebouwde Plein 6. Een multifunctionele ontmoetingsplek voor cliënten, hun verwanten, medewerkers en bezoekers. Plein 6 biedt veel faciliteiten voor onze cliënten, zoals een zwembad, sportzaal en diverse behandelruimtes. Ook is er een restaurant en een supermarkt. Op de eerste etage vind je de werk- en vergaderruimtes. De bakkerij is een dagbesteding waar onze cliënten met hun begeleiders lekkere taarten en koek bakken voor het restaurant, de supermarkt en de woningen op het park. Op woonzorgpark Willem van den Berg is er genoeg ruimte voor beweging. Er zijn wandelpaden en diverse sportfaciliteiten. Er is van alles te doen op het park. We hebben bijzondere dagbestedingen, zoals onze manege de Woeste Hoeve, waar we samen met cliënten paarden en ponies verzorgen. Villa Tomata is een dagbestedingslocatie waar we groenten verbouwen en verkopen. Bij bloemenwinkel De Bergbloem bieden we jongeren een goede start in hun werkcarrière. Kortom, ons park is een plek waar alles samenkomt. Het is een park waar je kunt groeien en ontwikkelen, samenleeft en werkt en waar je de ruimte krijgt om jezelf te zijn. En met deze clip besluiten we dit programma over de eerste 100 jaar van woonzorgpark Willem van den Berg. Dat met veel liefde en aandacht is gemaakt door multimedia dagbesteding op de Willem van den Berg. Ja, prachtig hè? Prachtig om het allemaal weer terug te zien. Zeker weten. En een goede mijlpaal. 100 jaar bestaan. Fleur, wat voel je ervan? Nou, ik vond het wel heel hard werken. Ja. Om zo met jullie samen te presenteren. Maar leuk, ik vond het ook wel heel erg leuk. Zeker al die mooie filmpjes. Maar ook met een enthousiast publiek. Dus ja, dank jullie weten. Wel. Applaus voor iedereen. Ja. Dankjewel Fleur voor het presenteren. Heel graag gedaan. Echt leuk vond ik het. Ik vond het zeker leuk. Ja, leuk en we hebben vandaag geen weerbericht. Dus we gaan meteen door naar de groetjes. Ja. Wil jij aan iemand de groeten doen? Kom maar even Marijn. Ja.
Ik doe de groet aan Safira en aan de koning en aan iedereen van Willem van der Berg. In de groet aan mijn zus die jarig is. Gefeliciteerd Roxanne. Groet aan koning Willem-Alexander en koningin Maxima. En Bea Sjouw en moeder Jaap en Greet. En Bart? De groeten aan mijn tante Gon die altijd kijkt. Ik doe de groeten aan Marta, aan Anouk en het hele team van de bakkerij. Ja. Ik wil iedereen de groetjes doen aan Spar, bakkerij en mijn familie en avonturiers en iedereen die ik ken. Een groet aan Jorik, papa en Maria. Groet aan de koning en aan Fleur. Groet aan iedereen. En de groet aan de... aan mijn geithoutenkamer. Ja, doen we allemaal de groetjes. Doeg, tot volgende week. Doeg. Hans, vertel eens over jezelf. Ja, dat doe ik wel. Lekker. Beentje, hè? En Ben denkt, ik stap van mijn ezel af. Papa, kan ik straf krijgen voor iets wat ik heb gedaan, hè? En dat is recht. En dat is klopt. Zijn er niet nodig? Zo nee. Van de week, dacht ik. Ja. We zijn weer begonnen met de week. En vandaag is het 14 februari. Je ziet des alles maar in het werkjournaal. Het werkjournaal.